leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben niet naar school vandaag, want normaal gesproken heb ik maandag een hele lange dag. Maar ik had een beetje uitval, dus ik zou om 1 uur uit zijn, maar ik moest vanochtend naar de dokter om 9:15. Dus dat had eigenlijk echt vrij weinig zin, want voordat ik er zou zijn was het 11:30 of zo. Dus dat had niet veel zin. Dus ik ben vanochtend hier aan tafel bezig geweest met een deel van schoolwerk. Dus dat voelt wel goed dat ik dat al een deel gedaan heb. Ik ben natuurlijk nog niet klaar. Maar ik wilde graag nu sporten. Want dan hoef ik dat aan het einde van de dag niet meer te doen wanneer ik moe ben. Ik zie er ook echt niet uit. Want ik heb me dus nog niet klaargemaakt vandaag. En mijn huid had ik in mijn vorige week vlog aan het einde al laten zien. Mijn huid is heel slecht. Dus vandaar dat ik er zo uitzie nu. Dus ik ga nu even sporten. En Bubba, jij is ook nog een beetje moe op de maandagochtend. Hallo schatje. Hallo schatje. Ga je naar buiten? Ik ga sporten. Ga je mee naar buiten? Kom. Kom, ga naar buiten. Mijn box. Goed zo schatje. Ik heb helemaal niks gefilmd vandaag. Maar het was precies om de reden wat ik eigenlijk net zei. Dat ik echt veel te veel heb moeten doen vandaag. Wat niet interessant is voor jullie. Ik ben wel heel productief geweest. Ik heb echt heel erg veel gedaan. Nu kwam ik ook een beetje aan het einde van mijn lijstje gelukkig. Toen kwam ik erachter dat het 4:30 was. Dus ook niet heel raar. Nu ga ik alleen nog een klein beetje door achter mijn laptop. Want ik moet toch nog iets doen. Maar goed. Interessant weer. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En we moeten weer naar school vandaag. Dus het is pittig vroeg. Mijn haar ziet er vandaag echt niet uit. Want gisteren zag het er al niet uit. Maar ja, nu lijkt het in de klit. Maar dat is het niet. Dus ja, maakt niet uit. Ik heb dit aan vandaag. Ik twijfelde of ik het niet koud ging krijgen. Maar met de jas en de sjaal valt het best mee, denk ik. Deze trui heb ik echt al heel lang. Volgens mij is van H&M of zo. Panties en de schoenen van Sting. En nu ga ik me klaarmaken, spullen pakken. En gaan. Ik ben thuis van school en ik ben moe. Ik ben ook even boodschap gaan doen net, want voor het avondeten. Ik ga nu even snel paprika eten. Mensen zullen me gek verklaren, maar ik vind paprika zo eten super lekker. Zelfs als champignons en zo. Ik heb besloten om 5:30 te gaan boksen. Dus dat betekent dat ik over een uurtje weg moet. Ik ben thuis van school en ik ben moe. Ik ben ook even boodschap gaan doen net, want voor het avondeten. Ik ga nu even snel paprika eten. Mensen zullen me gek verklaren, maar ik vind paprika zo eten super lekker. Zelfs als champignons en zo. Ik heb besloten om 5:30 te gaan boksen. Dus dat betekent dat ik over een uurtje weg moet. Ik wilde dus eigenlijk morgen gaan boksen. Maar ik dacht, weet je wat? Als ik het vandaag doe, dan heb ik het morgen gehad. Dus, dat is de planning. Ik ben net terug van boksen en ik dacht dat je me kon zien doorheen, maar het ziet er niet uit. Ik ben even snel mijn avondeten aan het maken, want het is 7:30. Ik heb hier zoete aardappels in liggen. En ik heb hier een schnitzel en dit is... En even kijken of ik hem kan pakken. Zo'n vegetarische schnitzel ding. Dus dat ga ik even eten. En bordje. Boar. Hij weet donders goed dat het niet zijn knuffel is. Boris. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Geef eens terug. Geef eens terug. Boortje. Sukkel. Ja, je bent sukkel. Je bent de sukkel. Oh, oké. Okay. Hallo, lekker ding. Hallo. Ik zit eindelijk op de bank. En ik kijk een serie. Hij staat niet scherp. Ik zal hem even op stop zetten. Dat is misschien het beste. Dit is de serie die ik kijk. Chicago Med heet het. Het is echt geweldig. Ik ben echt obsessed. Ik ben nu bij de derde seizoen. Het is echt verschrikkelijk. Wel niet kijken als je aan het eten bent, want dat is echt verschrikkelijk. En ik heb thee.
Waar ik heel veel zin in heb, want ik heb het echt heel erg koud. Dus dit wordt mijn avond, denk ik. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En een beetje haast om naar school te gaan. Want ik had mijn werk op al gezet. Alleen ik was vergeten mijn telefoon in de oplader te doen. En die was leeg, dus mijn wekker ging niet af. Dus dat was een beetje naar. Dus ik ben een half uur later weer wakker geworden. Dus ik hoop dat ik nog een klein beetje op tijd op school aan kan komen. Dus nu maak ik me even klaar. En het is gewoon nog pikdonker buiten. Alsof het gewoon 5 uur 's nachts is. Daar kan ik heel slecht tegen. Daar word ik niet van gemotiveerd. Als het zo snel donker is. Maar goed, het is dan maar zo. Ik ben ondertussen even snel wat aan het eten. Deze cracker met... Eigenlijk al drie. Cracker met huttekeze. Volgens mij. En avocado. Dat ben ik nu even snel aan het eten. Klaarmaken. En dan gaan we weer naar school toe. Ik dacht ik laat jullie even snel zien wat ik aan heb. Want ik moet weg. Deze top is van Gusto & Gusto. Deze is volgens mij ook van Gusto & Gusto. Deze is van de Zara. En ik doe denk ik mijn Nike's eronder. Mijn Air Force. Oké, nu moet ik opschieten als pectoraat. Het is inmiddels 4:15 en ik ben klaar om een tijdje met school. Of een tijdje. Ja, nu is 4:15, dus wel een tijdje. En ik heb gelijk de achterna gesport. Ik ben nog een beetje rood, dus dat kan je wel zien. Dus nu neem ik even een shake. Maar ik heb bovenlichaam getraind. En deze camera vasthouden is geen goed idee. Dit is ook geen goed idee. Maar ik merk, vandaag is echt een stressdag. Ik stress overal om. Op dit moment. Voornamelijk school, dat ik echt denk, hoe ga ik dit doen? Maar goed, hè. We got this. Dus nu ga ik mijn shake opdrinken. Ga ik zo douchen. Eten. Morgen heb ik trouwens geen school. Wat echt heel chill is. Het is een soort van studiedag achter. Ik moet wel werken. Maar ik moet een video opnemen morgen. Ik had een naked besteld. Als een soort shoplog leek me wel leuk. Maar hij is nog niet binnen. Dus het zou kunnen dat het anders een mukbang wordt. Maar ik vind een mukbang in mijn eentje zo saai. Dus ik moet even kijken. Maar morgen moet ik een video opnemen. Anders heb ik geen video voor vrijdag. En dat gaat me niet overkomen dit keer. Het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag een soort studiedag. Dus ik hoef niet naar school. Ik ben me net klaar met klaarmaken. Want ik moet vanavond wel gewoon werken. Maar ik moet ook nog de video opnemen van morgenochtend. En ik had naked besteld een paar dagen terug. Dus ik dacht dat is dan misschien wel leuk. Maar het is nog niet binnen. En ik moet wel gewoon werken straks. En ik moet het vandaag dan ook nog editen en zo. Dus ik heb eigenlijk geen tijd meer om te wachten nu. En er staat tot... Tenminste, ze hebben nog geen levertijd ding online staan. Ik heb dit topje van Zara volgens mij. Deze heb ik echt wel heel erg lang. Deze broek is van de Stradivarius. En ik ga gewoon, denk ik, mijn Air Force eronder doen. Of iets makkelijks in ieder geval. Dus dat... Ik merk dat deze week vlog kan misschien een beetje vaag zijn. En volgens mij heb ik het al gezegd deze week. Maar ik ben echt gestrest deze week. En ik weet niet waarom. En ik krijg het niet op... Of hoe zeg je dat? Ik krijg het niet... Ja, op orde of iets in die richting. Dus dat. Ook voornamelijk stress, school, maar ook YouTube, weet ik het allemaal. Nou, het pakketje is dus niet aangekomen nog. Dus het wordt een mukbang. Ik woon gelukkig niet echt in de buurt van iets heel erg leuks. Boven de Mac en zo. Dus ik denk dat het of het liefst de Mac eigenlijk. Maar ik heb gekeken. Het is gewoon niet interessant. En ik wil geen hele menu gaan eten. Ik wil gewoon allemaal kleine dingetjes hebben. Dus wordt of de Burger King of de KFC. Maar het is allemaal niet in de buurt hiervan. En over 2,5 uur moet ik gaan werken. Maar goed, we gaan gewoon. Plus mijn camera is niet helemaal vol. Ik heb nog dit over. Ik heb nog niet eens zo heel veel besteld, maar ik heb dit nog over en ik vind het zo cool. Het was een beetje een chaotische video. Er zit ook iets op mijn lens hier. Beetje chaotische video. Maar goed, dat komt dus omdat die naked een beetje te laat was. Ik heb het helemaal warm van gekregen. Kan ik wel zien, denk ik. Goedemorgen. Het is vrijdag. Duidelijk. Het is ook vroeg, want ik moet naar stage. Ik heb vandaag stage en het is mijn eerste... Hallo, dank je. Het is mijn eerste echte stage dag. Ik heb wel een keer meegelopen van 4 uur of zo. Maar vandaag moet ik echt de hele dag gaan. Eigenlijk ben ik een beetje bang, omdat na 4 uur was ik echt kapot. Het is zeg maar mijn stage, moet ik de hele tijd staan.
En ik heb altijd al last gehad van dit soort dingen. Had ik ook bij mijn werk in de supermarkt zo. Als ik op een gegeven moment te lang sta of te veel inspanning doe of zo, weet niet hoe ik het moet uitleggen. Dan krijg ik hier dat spiertje. Oh, ik heb nu al last van, maar dat komt door mijn werk van gisteren. Gisteren had ik er tijdens mijn werk al last van. Dus nu voel ik hem nog van gisteren. Dus dat is niet veel goeds voor vandaag. Maar dat spiertje dat je hier hebt, gaat dan bij mij helemaal samentrekken en doet dan zo pijn. En dat kan heel naar zijn. Dus puur daardoor ben ik een beetje bang dat ik echt de hele dag moet staan. Maar goed, dus wil ik het zien. Ik ga me nu klaarmaken. Want ik moet over een half uur weg zijn. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Ik ben terug van stage. Ik zie er niet uit. Mijn haar. Ik had gisteren gewassen, maar het ziet er al heel smerig uit. Maar goed, volgens mij gaan we eten. Want ik hoor geklop aan de deur. Ik ben echt verrot. En ik heb het koud. Ja, we gaan eten. Ik ben echt misselijk. Want ik werk dus. Ik maak zeg maar chocola. Een soort chocolafabriekachtig iets. Maar dan mag je af en toe snoepen. Dat is niet goed. Echt niet. Ik voel me zo opgeblazen. Maar goed, we gaan even eten. Want ja, even normaal eten ook. Ik heb net gegeten. En ik ben me nu aan het klaarmaken. Want we gaan dus nu ineens toch uit. Was zeg maar een beetje. Niet meer van plan om te gaan of zo. Maar ik zie er dus niet uit en we moeten de metro. Oh, ik film ook niet goed. Ik zie er dus niet uit en we moeten de metro over een half uur hebben. Dus een beetje stress. Maar volgens mij is het een soort Halloweenavond-achtig iets. En ik moet even kijken wat ik aan wil. Want het topje vind ik leuk, maar de broek die ik onderaan heb is gewoon helemaal zwart. En dat vind ik iets minder. Maar goed, ik heb ook niet echt wat gepland. Dus ik ga me even klaarmaken snel. Ik ben dus soort van al klaar, alleen een beetje outfitstress. Want ik vind zeg maar dat bovenkantje, je ziet het niet, iets donker. Maar zeg maar dit bovenkantje is doorzichtig. Dat vind ik wel leuk en ik heb onder een soort van klein kroptopje gedaan. Maar die broek, het is zo zwart allemaal. Vind ik niet leuk. Dat trouwens in het stond hier een beetje raar, hoor. Niet bang zijn. Nee, niet bij de bijenkorf. Niet bij de bijenkorf. Zo, ik moet plassen. We gaan even een foto maken. Oh, wil je weer een vlog? Oh, oké. Duidelijk. Jullie wel? Wie zit er niet eens? Jongens, dit is echt we zitten op de watertaxi. Ja, heerlijk, ja. Michelle, jongen, heerlijk. Maar wij pakken nu een boot naar Parnis. Je ziet niks. Zo goed, er is van de kant. Ja, dat is bij Capelle aan de IJssel. En slecht. Dus ja, maar dat is die kant. Ja, wij moeten in Kralingen zijn. Ben je in de 12? Ja, ja. Hij is ook in de 12. Duizend. Dat ze meegaat. En nog. Ik denk eigenlijk. Ja, ik vind het wel. Het is zaterdag en het is inmiddels echt al middag. Ik zie er heel wit uit, maar dat komt door de lamp die hier staat. Kijken of ik hem even iets lager kan zetten. Het is inmiddels echt al
Hoe laat het? Oh, ik heb mijn horloge niet om. Volgens mij is het 2 uur of zo. En ik ben wel een tijdje wakker trouwens. Altijd als ik wat op heb. Ik weet niet hoe mensen dan zeggen. Dan val ik echt heel snel in slaap. Ik slaap bijna niet. Ik word van alles wakker. En nee, ik slaap gewoon niet lekker. Maar goed. Ik ben al een tijdje wakker dus. En ik heb me klaargemaakt. Ik heb mijn nagels even gelakt met gel. Dus ik hoop dat het blijft zitten en mooi blijft zijn. Maar nu is een pakketje van Naked binnengekomen. Een flinke ook. En daar ga ik nu mijn video voor opnemen. Want dat was eigenlijk dus een video van die deze vrijdag online moest. Maar ik ga hem nu opnemen dus voor volgende week. Dan heb ik dat gedaan. Ik heb het echt gigantisch koud. Dus ik heb koffie gepakt. En ik had vanochtend echt wel een kater. Ik had ook buikpijn. Maar ik had echt wel een kater. Hoofdpijn en zo, maar dat is nu wel voorbij, dus dat is wel fijn. Dus dat was wel gezellig gisteren, was wel weer leuk. En dan ga ik me klaarmaken en dan gaan we een video opnemen. Vandaag viert mijn vriend zijn verjaardag thuis, dus ik ga straks naar Ro toe. En als niet, het wel. Ik ga eerst even die video opnemen. Nou, ik ben eindelijk klaar met alles. Ik heb mijn video opgenomen. Ik heb een Insta Reels gemaakt en een TikTok. Allemaal met de outfit van Naked. Dan als ik dat heb gedaan ga ik even snel mijn spullen inpakken en dan naar Ro. Want het is inmiddels denk ik echt, geen idee, 4 uur of zo. Dus ik ga daarheen, ga ik daar eten. Ik ben nu al moe. Maar dan moet ik ook nog dus veel aan achter mijn laptop. Ik hoop dat ik er vandaag nog een beetje tijd voor ga hebben. Ja, dat ik dan even van alles kan editen en zo. Want in principe moet ik dus nu 1, 2, 3, 4 video's nog editen. En die TikToks en zo dan in elkaar zetten. In ieder geval, ik moet nog genoeg doen. Dat is waar het op neerkomt. Oh, wat denk ik? Wat is het eigenlijk allemaal? Nieuwe kip, komkaai en nog wat. Lekker, lekker, lekker. Dada. Kom eens hier. Kom hier. Oh. Oh. Hallo. Oh, oh, oké. Okay, dat is dichtbij. Zeg maar hoi. Oh, dat is dichtbij. Ik heb niks. Sorry. Teleurstellend. Sorry. Dana! Hallo! Het is zondag en we zijn in de IKEA. Waar ben je? Rowan heeft een nieuwe matras nodig. Nee, hij gaat elke pet uittesten. Deze leeft. Ik zie er niet uit. Ik heb geen make-up op vandaag. Joggingspakje aan. Ik ben moe. Ik zou hier wel een dutje kunnen doen. Wat? Ik zou hier wel een dutje kunnen doen. Hm? Yes. Ik heb het al geprint. Ja, alleen de drinken nog. Steven, ja, dat weet ik. Maar de auto hier is niet waar. Ik ben weer terug thuis en ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik moet me alleen even omkleden. Maar weer helemaal gezicht gewassen, tanden gepoetst. Helemaal klaargemaakt om te gaan slapen. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Als je dat vond, vergeet nog geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je op mijn volgende video weer. Doei doei!